Oh, je sluit hem aan op je telefoon en dan heb je gewoon lampjes. Ja, USB-C. Nice. The future is now. De toekomst in the palm of your hand. Je ziet er ook heel ongemakkelijk uit met dat ding. Ik ga hem ook afdoen zo. Ja, want je zit een beetje zo van... Jongens, welkom bij een nieuwe Games with Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom Kouwenberg. Oh, het is Peter Bouwman. Ik ben Peter Bouwman. Ik was wel op aan het letten. Oké. Ja, was erbij. En we hebben allebei een Asus headset om. En dat is de Asus ROG Delta en Delta Core. The Republic of Gamers. Van de Republic of Gamers. En dat betekent dat het is dezelfde headset in twee verschillende uitvoeringen. Namelijk het budgetmodel, die heb ik. Zit ook geen RGB in. En dat wat je ziet shinen om Tom zijn nek, dat is de premium versie. Ja, dus gewoon de Delta. Maar dat is gewoon dus de Delta. De Core is de... Klinkt al een beetje... De Core is de hoek ook. Ja, dat is meer de core, de basis. De core, ja, de basis. Goed, ik wil allereerst even beginnen over het feit dat ik ze allebei heel erg lekker vind zitten. Ja. En jij had dat wat minder. Maar jij hebt ook een kleiner hoofd. Ja, dus ze klemmen heel erg. En ja. Dat kan heel fijn zijn. Ik moest er alleen een beetje aan wennen. Ik vind het wel fijn als het gewoon wat meer natuurlijk op je hoofd rust. Maar deze heeft zoiets van... En dan blijft hij lekker hangen. Ja. Ja, maar ik vind dat dus heel fijn. En je hebt twee verschillende soorten kussentjes voor je oor. Het is een meer kunststof en een meer leerachtig materiaal. Ja, je hebt er eentje van pleer, volledig pleer. En dan heb je er eentje van pleer met een klein beetje gewoon stof. Ja, maar die stoffen vind ik niet fijn zitten. Ik vind de standaard het fijn zitten. Oh, ik vond deze ook wel lachen juist. Nou, dat zegt dus wel precies over reviews dat jullie er eigenlijk geen touw aan vast kunnen knopen. Want we vinden allebei iets anders. Nou ja, weet je, ik zou deze, weet je, de volledig pleer zou ik doen in de winter. En in de zomer wil ik juist dat met dat beetje stof, dat niet allemaal gaat zweten, omdat het compleet afgesloten is. Dat is de reden. Dus het is leuk dat ze die ook allebei, de modellen, krijg je ook twee verschillende kussentjes bij. Dus het is wel fijn dat je die gewoon zelf kan wisselen. Ja, laten we beginnen met het paradepaardje, die van jou. Ja, dat is de RGB-versie. Ja, die kun je lekker helemaal aanpassen aan je moederbord. Ja. En aan je videokaart. Als of je dat alles ook... wat zeg maar ROG Aura gebruikt. Ja. Dus op zich best wel tof als je dat wil doen. Je kunt het ook in één, er zit een knopje op, echt gewoon hard om het uit te zetten. Maar deze is dus ook natuurlijk, spreekt een beetje voor zich als er kleurtjes in zitten. Deze is digitaal. Dus deze heeft een USB-poort. Maar het is wel geinig dat ze, omdat het 2019 is, is het een USB-C-poort. Dus ik heb hem nou gewoon aangesloten op mijn mobiel. Ja, is heel vet. Maar hoeveel mensen hebben al USB-C? Op zich, als je gaat kijken naar laptops, zie je al heel vaak USB-C. Nieuwe moederborden zitten een paar USB-C-poorten op. Als je nu een nieuwe computerkast maakt, dan stop je ook voorop in plaats van alleen maar USB-A ook USB-C. Dus USB-C is best wel mainstream aan het worden. En als je dat nog steeds niet hebt, natuurlijk krijg je er ook gewoon een adapter bij om van C een A te maken. Dus gewoon je normale vierkante poort. Dus wat dat betreft, prima. Maar het is wel tof, want je kan dus ook je Nintendo Switch je RGB aanzetten. Ja, niet maar of het dan nee. En of het geluid dan werkt, zou ik ook zo niet weten. Maar ik weet in ieder geval wel dat dit werkt gewoon op Android. Als je gewoon de USB-C in je mobiel steekt, dan natuurlijk, het gaat licht geven. Je kunt de kleuren niet instellen. Maar je kunt wel gewoon luisteren en praten erdoor. En het volume bedienen met de headset. Dat kan gewoon. Het is gewoon native werk. Ja, volgens mij werkt het wel op de Switch, want dat heb ik net ergens gelezen. Oh, oké, cool. Ja. Dus hoe is het geluid? Ik vind hem heel fraai klinken, maar dat mag ook wel voor een headset die €200 kost. Ja. Je krijgt wel 50 mm neodymium drivers, wat tegenwoordig best wel de standaard is. Deze klinkt gewoon heel zuiver. Ik heb hier niks op aan te merken. Als ik heel eerlijk ben, vind ik de analoge versie fijner klinken. Want de speakers in beide headsets, de luidsprekertjes, zijn hetzelfde. Maar deze is analoog, of deze is, die is digitaal. Die is analoog, deze is digitaal aangesloten. Ik vind die lekkerder klinken. Maar analoog is toch, ja, het is toch meer de LP-speler van de headsets. Ja, op zich wel. Of het is het meer puur het geluid, terwijl hier zit dus een digitale audioconverter in, oftewel een DAC. Dus hierin zit iets wat zeg maar gaat spelen met het geluid, zodat het schijnbaar beter werkt in games. Ja. Ik geloof daar niet zozeer in, dus dan heb ik liever gewoon zeg maar puur het geluid. Ja. Deze headset, we hebben hem voor rond de 110 gevonden. Dus 200 versus 110, een stukje goedkoper. Heeft een 3,5 mm gewoon jack in rang, mini jack. En die heeft ook nog een splittertje, of een verloopje naar dat je zowel je microfoon als je inkomende audio op je PC kan aansluiten. Of overal in wat een mini jack heeft. Dus, ja, dus alle niet-Apple producten. En ook Xbox en PlayStation, voilà. Daar werkt het ook heel goed op. Absoluut. Daarom ben ik grote fan van analoog over het algemeen. En kijk, over audio is altijd heel veel te twisten. Ik vind het vooral makkelijk als het hard kan. Ik ben zanger, dus ik ben al half doof. Mm-hmm. Dus als het hard kan, dan vind ik het altijd fijn. Dat kan. Hij sluit ontzettend goed af, vind ik, om de oren. Dus je hebt weinig geluid van buiten. Het is natuurlijk niet actieve noise cancellation, maar hij sluit wel heel goed af. En ik vind het gewoon heel fijn zitten.
Ja. Dit trouwens is nu ook mijn headset of choice op mijn MacBookje, omdat het ook USB-C is, lekker makkelijk. Oh, slim. Ja, dat is best wel. Hoezo vraag je nou of USB-C al standaard is? Omdat het alleen op Apple is. Kijk, mensen vragen bij mij ook van mijn iPhone kan ik ook nergens in doen. Omdat het is een aparte Lightning-kabel. Dus dat is een beetje. Okay. Ja, ik snap het. Laat ik het zo zeggen, als Apple iets doet, dan ga ik er niet automatisch vanuit dat de wereld dat overneemt. Nee. Gelukkig maar. Nee, oké, dat is. Ik snap het. Too soon. Too soon? Oké, sorry. Steve Jobs is net dood. En nu al. Steve Apple. Ik ben echt te spreken over dit. Wat vind je van de prijs? Ja, ik vind hem net iets te duur voor deze? Hoe het geluid klinkt. Ja, oprecht ook die. Ik zou zeggen, als die €90 zou zijn, of net, weet je wel, tientje goedkoper, als die net om en nabij de 100 zit, zou ik zeggen, dat is een hele goede headset. Maar wat ik bij Asus wel vaker heb, is dat ze net een aantal tientjes meer vragen dan wat ze soms waard zijn. En dan zit je al heel snel in het gevarenwater van, maar Corsair heeft ook een goedkope headset die heel fraai is. Razer heeft ook een goedkope headset die heel fraai is. En zo hebben alle partijen een budgetmodel. Een budgetmodel die, weet je wel, ook alles doet wat dit model doet. Hij is wel heel mooi. Hij zit heel lekker, dat moet wel gezegd worden uiteraard. Ik ben er wel van overtuigd, absoluut. Maar hij doet niks zeg maar dermate veel beter dan de rest dat je kan zeggen, ja, 120 is prima. Oké. Nog één dingetje, dat is de outgoing sound. Dat is bijna geen enkele headset echt fantastisch. We hebben in ons verleden een, hoe heette die ook weer? Dat was gewoon een headset van Trust. Hè? De Trust GXT363 was de vibratie headset met een op een of andere manier een hele goede USB microfoon. Echt erin. Jongen, als Trust het kan zou je denken, dan moet iedereen het kunnen. Het kan gewoon nog steeds niet. De outgoing audio is gewoon zoals je een Xbox ding... Ja, als je... Ik vergelijk het altijd met Xbox Live in de jaren, weet je wel, 2007 of zo. Ja. Dat gevoel van dat je naar elkaar aan het krijsen bent, van dat je elkaars moeders hebt gedaan en zo. Dat niveau is het. Vooral bij de analoge. Bij de digitale variant, de iets duurdere variant, zou ik zeggen, het microfoontje is hetzelfde, maar er zit net iets meer, I don't know, waarschijnlijk hebben ze er digitaal iets aan getwist, waardoor het net iets beter draait of net iets beter klinkt. Duidelijk. Maar dit is mijn nieuwe headset choice. Ik vind het een super fijne headset. En dit is daar een goedkopere versie van, helemaal prima volgens mij. Ja. Alleen een paar tientjes te duur. Ja, die zou ik zeggen, die is nog wel goed te doen voor €120. €200 hiervoor, dan moet je, dan moet je er wel echt voor gaan. Dan moet je echt van je RG Lightning RGB houden. Ja, dat is wel mooi. Ja, het ziet er super vet uit. Ik snapte pas ook heel laat de Delta. Het is een driehoek. Oh. Daarom heet het de Delta, omdat het een beetje driehoekige schelp is. Oh. Snap je? Ja, ik snapte dat al vanaf het begin hoor. Ja. Netjes goed ingedekt. Leuk dat je hebt gekeken naar een nieuwe aflevering van Games at Gear. Elke week laatste tech gadgets en gear. Volgende week een nieuw stukje tech, een nieuw stukje gadget of een nieuw stukje gear. Hier bij Games at Gear op gamers.nl. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En onwijs bedankt voor het kijken. Ik was wel op aan het letten deze keer. Oh ja. Ja.